Met de Op Zomerdag is in Rotterdam de sociale vernieuwing officieel afgerond. 4 jaar geleden nam het gemeentebestuur het initiatief om het leefklimaat in de havenstad te verbeteren. Maar het gemeentelijk projectbureau is nu gesloten. En de Rotterdammers moeten in het vervolg zelf de handen uit de mouwen steken voor een schone en veilige straat. Het woord opzomeren is ontleend aan de Opzomerstraat en is een Rotterdams werkwoord geworden dat staat voor schoonmaken, opknappen en verfraaien van de stad. Burgemeester Peper was er vroeg bij om het project af te sluiten. De mensen moeten het nu zelf doen. Sociale vernieuwing is een mooi woord voor zelf ook je handen uit de mouwen steken. Samen met de overheid, die niet iets apart is, de overheid is van de burgers. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project was die duizenden mensen van verschillende nationaliteit dichter bij elkaar te brengen. Er wonen heel veel volkeren, heel veel kleuren in de wijk. En ik denk dat zo'n dag daar wel aan helpt. Natuurlijk, er komen heel veel andere dingen bij. Maar zoals je ook op het plein ziet, iedereen komt bij elkaar, iedereen praat met elkaar, iedereen proeft aan elkaars cultuur. Dus ik denk dat het wel succes heeft. Ik vroeger had altijd in de speeltuin gewerkt. En dan kwam je altijd Marokkaanse, Turkse, afijn van alle nationaliteiten gewoon tegen. Maar als je dan zo wel eens dat de gesprekjes hoort van de kinderen, die spreken nog beter Rotterdams dan ik zelf ben. Ja, en ik denk nou, en dan willen ze zeggen dat het buitenlanders zijn. Nou, daar geloof ik toch niks van. Hè? Het opzomergeel is de nieuwe mode in de stad. Het project is dan wel afgesloten, maar de organisatie denkt dat het opzomeren een blijvend proces zal zijn.